Een hele goede morgen. We hebben vanochtend de kippen buiten gezet, omdat de koelkast nog niet open stond. Nee, maar gelukkig is daarom het zebrapad vanochtend helemaal goed verlicht. Dus we kunnen nu lekker naar kantoor toe en ik heb heel veel zin in. Jij ook? Mijn hersenen hebben echt kortsluiting door wat je net zei. Ik dacht in de eerste zin, dacht ik al van, wij kippen. What the fuck? Nou, in ieder geval zijn we blij dat de regensteeltjes nog helemaal goed in het potje zitten. Want als wij vandaag dat niet zouden hebben, zouden wij de lantaarnpaal wel eens kunnen verliezen aan chlamydia. Welke chlamydia? What the fuck? Als ik een droom heb, is dit wat die persoon in die droom tegen mij zegt. Ja, maar het is ook soms oprecht zo dat de apen niet helemaal op het bord springen, omdat het te koop staat. En, weet je, de regeldruppels, die zijn laatst dus gewoon via het gordijn omhoog geteleporteerd. Omdat de aardappels van woensdag nog niet over de roltrap omhoog zijn gegaan. Ik had het zelf nooit bedacht. Het is niet per se dat er wat mis is. Het is gewoon meer dat als de groenteappels meegaan in de postbus, dan heb je gewoon een soort van kortsluiting. Omdat mijn camera de hele tijd valt! Zo, auto op de parking. En we gaan nu als eerste een meeting hebben met mijn merchandisebedrijf. Want zoals jullie weten, hier staat mijn naam en hier mijn boringlijn is laatst uitgekomen. En we willen nog veel meer vette dingen voor jullie gaan maken. Dus als je dat ook wil, kan je boswee.com checken. Dit staat nu dus online, dus dit kan je al halen. En ik zou het super vet vinden als je een bestelling plaatst. Want ik vind het altijd vet als jullie mijn kleding dragen. Dus wij gaan nu nog meer nieuwe dingen designen. En we hebben het niet alleen maar over nieuwe dingen gehad, maar ook over welke dingen voor jullie in de korting gaan komen. Dus daar zien jullie binnenkort wat meer van. En nu zitten we in de auto en we zijn al in Eindhoven. Want mijn merchandisefabrikant zit in Eindhoven. En wat er nog meer in Eindhoven zit, is Bounce Valley. Ik kan Bounce Valley normaal zeggen. Dus we gaan weer lekker springen en er komt zo meteen een speciaal iemand langs tegen wie ik al eerder iets heb gedaan, wat ik deze keer ook ga doen. We gaan namelijk freerunner versus turner doen. Enige ding is, ik heb heel lang niet gefreerund en zij had heel lang niet geturnd, dus het wordt waarschijnlijk ongeluk versus ongeluk. En ik werd vanochtend gebeld door de beveiliging van het pand, want er was een inbraakalarm geweest. Alleen we zijn vandaag dicht en dat was om 8 uur 's ochtends en ik was om 8 uur 's ochtends ook gebeld, maar het had ik niet opgenomen. Het werd om 11 uur nog een keer gebeld, die had ik wel opgenomen, alleen ik wist mijn beveiligingscode niet. Oftewel, ik kon niet horen wat er aan de hand was. Dus het kan zijn dat als we nu bij Bounce aankomen, dat het trampoline of het springkussenpark weg is, dat die gestolen is. Dat kwam omdat ik niet meer wist wat mijn beveiligingscode was. De voordeur is in ieder geval nog niet opgeblazen. En we zitten niet in de allerbeste buurt van Eindhoven. Zoals je kan zien aan onze postbox. Oud en nieuw heeft hij het een beetje begeven. Gelukkig gebruiken we die niet meer. Maar er wordt hier relatief vaak worden hier dingen gesloopt. We hadden onze prullenbak vaak buiten staan. En dan werd gewoon de prullenbak opengebroken om iets van waarde eruit te halen. Dus elke keer als hier het alarm afgaat, als ik een melding krijg, dan zit ik ook van... Zou er echt wat zijn of zou het een vals alarm zijn? Hallo? Inbrekers? Nee, niemand hier te bekennen. Oh, nee, hier, dit is wel oprecht een inbraakalarm. Dit ding piept ook. Hey. Waarom loop je nou af? Ik heb geen idee. Ik had hem er buiten al afgedaan. Ja, systeem uitgeschakeld. Hallo, met Boas. Ik denk dat ik hem per ongeluk even af liet gaan. Ja, die weet ik dus eventjes niet meer. Daar werd ik vanochtend ook al over gebeld. Oh, oké. Okay. Nou, mijn code wordt dus in ieder geval... Misschien dat werkt. We komen niet zoveel verder mee, denk ik. Nee, dat... Nee. Omdat ik een uitschakeling binnen heb, kan ik deze keer wel het codewoord geven. Je codewoord is... Oh, dat maakt yes, wel sens, ja. Dat is een heel vaag verhaal. Ik werd vanochtend dus ook al gebeld van... mijn codewoord is... Wat is jouw codewoord? Ja. Weet ik veel. We zijn hier nu nog met z'n drieën. Nike, Timo en ik zijn met z'n allen. En Marijn die komt zo meteen, maar die moest met de trein. Dus die moet over een half uurtje bij de trein ophalen. Voor nu. Oké, ik ga nu dus Marijn ophalen. En voor veel mensen kennen Marijn misschien wel. Dat is dit. Dit is Marijn. En heel veel jochies vinden Marijn een heel erg leuk, knap en aantrekkelijk meisje. En heel veel jongens sturen haar wel eens een DM. En zo ook mijn lieve cameraman Timo heeft Marijn een DM gestuurd. Hij gaat het eruit zien, maar wij gaan zo meteen aan Marijn vragen of Marijn de hele dag heel flirterig tegenover Timo wil doen. Kijken hoe hij zich gaat reageren. Dat is echt super lullig. Ja, maar we gaan het wel doen. We doen sowieso alsof zij de DM heeft gezien. Ja, we moeten even Marijn vertellen. Alsof ze laatst zag dat Timo bij jou er was en dat ze even ging kijken en dat ze al zag dat hij hem... Ja, dus dat moeten we even doen. Ja. We gaan even Timo naaien. Sorry Timo als je het aan het editen bent, maar we moeten hier wel naaien. We staan achter de vrachtwagen. Wij vervoeren bijna alles. Echt een foto met een telefoon gemaakt van een kind in een ding. Nee. Dat staat ook bij. Tijdelijk of permanente opslag. Oh my
Dit is sowieso van zijn eigenaar gewoon zijn eigen kind. Fucking mooi. We zijn bij het station en we moeten eventjes wachten op Marijn. Ik vraag Nike wel eens of zij een thumbnailfoto voor mij wil maken. En voor YouTubers thumbnails is dat zo... Wauw, weet je wel. Alleen als je Nike vraagt om boos te kijken of blij te kijken, zal het tegen grappen. Dus we zaten nu gewoon mee naar elkaar te kijken met zo'n beetje. Dat kan ik dus niet. Oké, nu is een hele blije thumbnail. Of heel verrast. Ik wil verrassen. Oké. De verrassing is... de titel is... Nike verrassen met een Bugatti Chiron voor de verjaardag. En dan zou ik zo kijken. Oké, en nu? Nike's hond verdronken op Koningsdag. Nee. Oh, is dat zielig? Die hond is dood. Oh, dan... Ja, die was wel beter dan dat je normaal doet. Boas scheldt je uit. Het lukt gewoon niet. Mijn hoofd gaat gewoon een beetje eronder, die wenkbrauwen. Maar het lukt gewoon niet om echt zo heel hard, heftig boos te kijken. Stom met lachen. Marijn die stuurt me ook een berichtje dan. Wil je wat te drinken? Marijn, we gaan zo naar mijn trampolinepark. Ik heb daar gewoon drinken. Ik was vroeger best wel vaak met Marijn en altijd, ik drink altijd gewoon zwarte koffie. Kom ze altijd met de Starbucks gewoon met een grote zwarte koffie aan. Maar ook heel vaak, dan waren we in de MX-5, was echt een kutauto. Zat ik met die bak koffie, zat ik met zo'n 1,5 liter koffie in mijn hand. Moest ik gaan schakelen, sturen en alles. Dat is eigenlijk super onhandig. Maar het was gewoon puur omdat ze lief wil zijn. Moet je dit kijken. Ah! Wat doe jij dan daar? Ik weet het niet. Wat doe je dan nou? Tot vandaag. Moet je dit kijken? Die gooi op. Hij trok mij strak. Ik heb de afgelopen 3 dagen met mijn familie gezeten. En ik heb te veel energie. Oh. Au. Om de biel. Hey. Zo, dat duurde lang. Hey, doetje. Oh, ja. Mooi haar. Mooi haar. Hallo. Ga zitten. Oh my god, wat een grote auto. Deze had ik de vorige keer ook al, hè? Heb je deze ooit gezien? Oh ja. Oh ja. Weet jij, jij kent Timo, hè? Je weet wie het is. Ja. Oké. Heb jij hem ooit op Instagram opgezocht? Ik denk het wel. Oké, heb je ooit hem een DM geprobeerd te sturen? Ik? Ja? Nee. Oké, hij jou dus wel. Oh nee, hè? Echt heel lang geleden en hij kwam bij mij werken. Dus hij zei, ik heb vroeger wel eens mensen DM's gestuurd. Dus gingen we al mijn vrienden checken aan wie die een DM had gestuurd. En hij had jou dus een DM gestuurd. Alleen. Hij heeft hem verwijderd, want hij wil niet dat jij dat wist. Maar ik ben natuurlijk zo kut dat ik jou niet aan ga vertellen. Dus ik ga straks, hey Timo, ja ik heb je DM met je dat gestuurd hoor. Wat had je gestuurd? Weet je dat? Ja, gewoon volgens mij iets van, je ziet er goed uit. Ja, ziet er wel goed uit vandaag. Ja, het was... Oh, Timo, ik zou echt te flirten. Echt 2,5 jaar geleden of zo. Echt fucking lang geleden. Dus, maar... Wat we dachten, we kunnen er ook even wat leuks mee gaan doen. Het leuke is dat Timo dit nu edit, dus er nu pas achter komt als we iets kuts uitgaan. Hi Timo, ik ga jou even voor kakken zitten. Ja, maar wat ik dacht, je gewoon de hele dag fucking flirterig tegen hem gaan doen. Dat hij heel awkward wordt. En dan gaan we kijken hoe hij, zeg maar zo meteen, dus als wij in de auto... niks over DM zeggen? Niks over die DM zeggen, okay. Maar gewoon een beetje flirterig van, oh, is het I like leuk? To flirt, I like to flirt. Ja, maar daarom, jij bent altijd van je, uit jezelf al wel redelijk flirterig. Maar gewoon eventjes... Oké, ik ga iets meer doen. Eventjes kijken hoe... Timo, sorry dat het een tegenvaller is dat wij het nu hebben afgesproken. Maar anders zou ik vast ook met je vrienden. Zo meteen onderweg naar huis gaat hij tegen ons zeggen... Nou, volgens mij had het gewoon stress. Ja, volgens mij vindt hij wel... Dat is het doel. Oké, ik ben heel benieuwd. Het leuke is... Hij is echt... Zeg maar, hij was een beetje gewoon in zijn single periode en hij is daar opeens helemaal uit. En hij is helemaal... Hij had toch heel lang een relatie? Nee. Nee. Oh, nee. Nee, hij heeft... Hij is echt helemaal single. Okay. En hij is de afgelopen tijd is hij wat serieuzer. Dus... Met een meisje? Nee, gewoon met niemand. Maar hij wil zeg maar niet meer gewoon... Slet zijn. Niet meer de sletje zijn. Ah. Dus hij zoekt naar de perfecte droom. Van... Nou, misschien is het ook wel een hele leuke jongen voor. Dat kan ook, hè. Dat het opeens... Ja, ik zoek even niet naar de perfecte droomman, eerlijk gezegd. Nee, je zoekt gewoon meer naar... ook niet. Allemaal foute mannen. Voordat er hele rare dingen online gaan. Zeker niet. Oké, maar goed. Dus even... Oh, het is wel warm. Ja, als jij het leuk vindt, vind ik het wel grappig. Gaan we even tuurlijk, met de kloten. We gaan een beetje met Timo kloten. Ja. Willen jullie meedoen een dom idee? Op het park liggen en hem dan aanzetten. En dan kijken waar je uitkomt. Ja, maar als je boven op de glijbaan ligt, ga je dus wel 9 meter de lucht in. Ja, het leuke is dat ik geen idee heb hoe dit in elkaar zit. Nee, dus jij mag eens eerst een plek uitzoeken. Oké, het is nu aan iedereen de taak om zijn eigen plek te kiezen. En ik ga hier. Als wij hier gaan zitten zo meteen, dan zouden wij precies boven op de glijbaan uit moeten komen. Enige ding is, hij gaat er wel ernaast. Dus als hij dan zeg maar zo opstijgt en jij zit ertussen gevouwen, of ik zit ertussen gevouwen, dan hebben we wel een klein probleempje. Dames!
Ja. Oh. Dat is ook niet. Marijn, zou ik je even iets uitleggen over het visje? Oh shit! Waar staat het visje bij de muur en dan zit je zo net daar. Oké. Oh, dat kan wel. Ja, zo kan je wel zitten. En 3, 2, 1. Ze gaan aan. Wij gaan ons plekje zoeken. Ja. Oh, damn. Oh, kijk, gaat hij omhoog. Oh shit. Ik ga hier gewoon lekker zitten. Ik vind het oprecht best wel heel spannend. Het is best wel een beetje spannend inderdaad. We hebben de pompen omgerust en we hebben hier nu heel veel meer pompen staan. Dus wij kunnen, ik kan die Keon niet meer zien. Jongens! Jongens! Help! En dit zijn de leuke dingen die jullie dus nooit mee kunnen maken. Maar omdat, ja, omdat wij dus buiten openingstijd hier gewoon kunnen zijn, kunnen we jullie dit laten zien. Dus heb je nou iets wat je altijd had willen proberen in een trampolinepark, in een springkustpark of eigenlijk waar dan ook? Laat het alsjeblieft weten en dan gaan we dat voor jullie uittesten. Ik wou net zeggen, kijk eens achter je. Is dit niet gevaarlijk? Ja maat, ik vind het echt eng hoor. Als dit op ons valt, is niet handig. Jij wordt ingesloten nu. Kijk, ik ga zo tegen zo klap. Oh shit, ik vind ja, het ik word losgedeeld, Ja, ja, we gaan! We gaan! We gaan! Ja! Oh, yo. Oh, je ziet het ook echt. Gaat omhoog. Ja, het werkt! Van Marijs muur gaat omhoog. Kan je dat zien of niet? Okay. Ga kijken waar de dames zijn. Ja, hij is echt net te water. Holy shit, wat een paard, joh! Hey. Oh, jij hebt wel een tactisch plekje gezocht. Oh, kijk boos! Kijk boos! Het is wel helemaal klaar, hè? Ja, je voelt ook dat dit zomaar hard is. En dit nog absoluut niet. Hij doet deze moeite mee dat ik erop sta, volgens mij. Ik denk het ook. Dit ziet er zo dom uit. Hij komt daar nu ook omhoog. Zie je, muren gaan omhoog. Wee! Oh! Wow. Oké, dat kan dus. Je kan dus op een park gaan zitten voordat hij opgeblazen is. Maar ik vond het wel een beetje spannend. Dat is wel een beetje spannend. Marijn zit daar nu boven vast. Durf je naar beneden? Nee, Boas! Boas! Ik kan niet verder! Boas! Boas! Oh, nee. Kom maar! Kom nee. Naar beneden! Nee! Kom maar! Hé, hey, Timo, sinds wanneer doen wij dit? Kom even goed bij mij stoeien dan, niet zo! Oké! Okay. Oh, Oh shit! Oh, jij mij nou helemaal kapot maken! Gwin, spierballen! Nee, nee, nee! Ik ging al, oké? Okay? Zoals je merkt, een klein stukje rennen is helemaal vermoeiend. Ja. En alles is zacht. Maar het is geweldig! Nou, gaan we lekker spelen. Ja, ik ging al even roepen. Timo, kom! Ja, wat moet ik dan ook? Oh, moet je helpen? Ik kom nou even. Yo, ik ben helemaal niet goed in flirten. Zou ik je helpen? Niet laten zien met de film. Hoorde je nou wat ze zei? Nee. Ik ben helemaal niet goed in flirten. Ja, dat is één grote lopende flirt. Ja. Timo, als je dit op zo laat doet, dan is het dan weer koud. Ja, lief schat, het spijt me, maar dit ding... Hij zei, lieve schat, het spijt me. Oké. Okay. Hier hebben we de ex-freerunner en hier hebben we de ex... Oh. Ex-levende bijna. Ex-turnster. En wij gaan vandaag eens even kijken wat wij elkaar kunnen uitdagen en wie er nog beter is in de Springkustpark. Maar eerst even opwarmen. Nee, ja! Er is een verschil tussen opwarmen en gelijk op zijn, hè? Ah. Dit was denk ik het opstijgedeelte. Boas, dit is een sukkel. Lekker slopen te zitten, hè? Tikkie. Oké. Wat we vandaag gaan doen, is kijken wie er beter is. Jij of ik. Wat is dit voor vraag? Het maakt niet uit. Sinds wanneer is dit een vraag? Alles mag de challenge zijn. Als het mij naar park is. Iedereen weet dat ik beter ben. Ja, ik weet één ding waar je beter in bent. Stom zijn! Oh, oké. Okay. Nee, dat zag je niet, toch? Wat wij gaan doen, 3 challenges voor de ander verzinnen. En kijken wie er beter is. Steen, papier, schaar is mijn eerste. Bam! Ik heb gewonnen. Ik ben het. Het was drie. Ja, 2. Steen, papier, schaar, wie begint? Jij mag beginnen. We gaan deze aanraken, rennen naar boven met je reet, naar beneden glijden met je dikke billen en dan deze weer aanraken en dan gaat de timer stop.
Oké, 3, 2, 1, go! Nee, moet ik beginnen? Ja. Nee, ik ben overnieuw. Nee, je tijd loopt. Balas. Hey, ik telde af, dat was gewoon eerlijk. Ja, maar we hebben niet afgesproken wie als eerste ging. Dat deden we toch net Seempje Schaar, hoor? Nee. Oké, 3, aanraken. Ja! 2, go! Ze valt ook van dat ding af. Gaat goed! Zo! Die was wel echt zieke overtuiging. 3, 2, 1, stap! Klootzak, klootzak. Die heeft het natuurlijk elke dag gedaan, ja. Hè? Tak, tak. Wie zou er sneller zijn? Ik heb een klein vermoeden dat het best een punt heeft. Dankjewel, ga door. 1 punt voor mij. Ja, 10 seconden. Scheiße. Op zich nog best goed gedaan. Voor van de trappen flikken wel, ja. Ja, maar ja, ik moet jou veren en jij moet mij. De volgende challenge is balans. We gaan vanaf deze hierbovenop beginnen. Op deze, op die. Zonder de grond te raken. Wie er binnen de minste poging haalt, die wint. Het gaat een beetje om de balans op te halen. Zo meteen gaan we dat werk in salto's maken. Het gaat dus niet om snelheid. Maar wie hem in de minste pogingen haalt. Wow! Ja. Nee, stop, ja. Ik heb normaal geen sokken aan. En hij is ziek glad. Then we gonna do something, hè? Ja. Taking off the socks. Learnen van de losers. 99% zeker dat ze niet hier opkomt. Dat neem ik terug. Jij dacht dat ik hier niet opkwam, hè? Nee! Oh, dit is echt zo niet eerlijk. Zie je, zit er niet meer op. Ja, dat was poging 1. Nou, boos. Ja, nu ben ik. Oh, dit is lastiger dan wel. Kijk, ik zag je wel kijken. Hey, eerlijk, het gaat wel. Daar ging het niet op. Slow is steady, ja. Dat is gewoon de tactiek. Het werkt wel. Als je het zo doet, is het best oké te winnen. En waarschijnlijk gaat ze hem nu dus ook winnen. Laatste sprongetje. Fuck yeah. Fuck yeah. Netjes. Gewonnen. Oké, 1-1. 1-1. Nu gaan we salto maken. Yes. Wat we gaan doen is een losse loopoverslag, omdat ik weet dat Boas die niet kan. Ja, maar moet die netjes? Nee, gewoon los. Ja, los, dat was zonder handen. Ik als eerste? Ga maar voor. Wacht, laat nog even dat gebit zien nu het nog heel is. Oh ja, ja, oké. Okay. Oh, wat? Hij was niet heel slecht volgens mij. Hij was niet heel slecht. Hij was niet heel... Wacht, dit kan niet. Nee. Ah, dit was bijna een salto. Ja, dit was gewoon... Dit was niet met die mooie rugstrekking erin, hè. Can you climb a little bit? I can climb a little bit. Maybe this little bit. Oh, I have this also. Yes, that's great. That's great. That's a very, very great... Very big. Big klim. Big klim. Going up here. Spannend. Mooi salto. Ga dat eerst maar eens proberen. Nee, vanaf daar gaan we de salto doen. Oh shit. What the fuck? What the fuck? Ik ga echt dood naar huis. Jij ook hierheen? Ik ook. Oh, ja. Durf je daar? Oh. Nou, ik vind dit enger. Hallo. Je lijkt een beetje Octo. Nee, ik ben handsome Squidward. Oh, ik dacht echt dat je in mijn zak ging slaan. Dok. Oh my god. Ja. Dit mag jij dus nooit en nooit en nimmer nadoen natuurlijk. Oh, dit was spannend. Ja, dit was nog niet het enge gedeelte. Oh my god, zeg niet dat we achteruit zal te gaan doen. Nee, maar wel vooruit. Oké. Okay. Hier naar beneden de airbag in. Moet ik het voordoen of ga jij eerst? Wat denk je zelf, Boas? Tuurlijk. Doe jij het voor. Ik zie dat heel graag. Niet te ver springen uit B. Nee, maar gewoon... Ja? Laat het vallen, toch? Boas. Ja, gewoon zo. Dat was mentale voorbereiding. Oké, fuck me! Oké, dit is gewoon mee. Dit is gewoon mee. Nee, dat was leuk. Was leuk? Dat was fucking leuk. Oké. Okay. Yeah. Oh, het is wel echt een leuke val. Je hebt echt dat onderbuik gevoeld. Enig probleem waar ik niet over na heb gedacht, ik heb niet bedacht van wie heeft het beter gedaan. Zij had lef, jij hebt het vaker gedaan, dus... Maar ik moest het ook ooit voor de eerste keer doen, dus ik durf ook. Timo, schat. Schat, hey. Jongens. Oh, sorry. Dat is mijn cameraman, hè. Nou, sorry, mag ik ook even filmen hebben? Oké, nou, Steenpie Schaar. Nee. Hoe lang ben jij klaar met werken? Hoe laat zijn we klaar? Oké, gelijk spel.
We gaan een salto achteruit maken op dit mooie ronde vlakje. En wie het beste landt op het punt waar je begonnen bent, heeft gewonnen. Je hebt 2 pogingen om te oefenen en de derde is de real one. Wacht, moet je landen en stikken? Want als je niet stikt, telt hij helemaal niet. Nou ja, als je 1 stap zet, dan is het dus erbuiten. Ja, oké, je verste voet vanuit de rand telt. Ja. Oké. Dus als je je voetjes mooi zo naast elkaar hebt, dan best gedaan. Oké, I'm gonna try. Hey, als die in je oefending heel goed gaat, telt, mag die dan ook tellen? Mag je dan zeggen deze telt? Ik vind het van niet. Oké, derde is okay. Gewoon de derde. Derde is de derde. Ah, oh. Sukkel! Oh, wat heb ik mezelf aangedaan, want ik ben hier helemaal niet zo goed in. Oh, scheiße. Derde keer scheepsrecht. Let op, ik kan dit. Niet wel, hè? Mag je hier straks nog heksenpoeder te doen? Heksenpoeder? Ja, ken je het? Heksenpoeder? Ja, dan gaat iemand missen. Hè? Ja? Oh, dat ken ik even niet. Oh. Heksenpoeder! Oh, nou! Oh, die was het verst weg. Echt met de tenen op het zwarte randje. Oh, maar dit wordt echt easy dan. Als het zo easy wordt, dan doe je dat toch in één keer, Colas? Ja, goed. Ja? Doe hem in één keer? Oké, in één keer. Heksenpoeder! Het is een sprint. Oh. Oké, Heksenpoeder. Wat wij gaan doen, wij beginnen helemaal achter in de twister en wij eindigen daar bovenop de ninja wall. In de tijd dat je daarheen gaat, ja, moet je 5 verschillende salto's doen. Oh, okay. 5. Dus frontflip, backflip, backfull, sideflip, flikflak, kork. Wie dan de kortste tijd doet, die heeft gewonnen. Gewoon verschillende salto's? Verschillende salto's. Oké. Okay. Een backflip en een layout is niet iets anders. Je moet wel zeg maar een layout gestrekt. Oh. Dus je moet wel echt een andere salto zijn, niet een variatie op. Oh. Oké. Jij mag winnen. Maar voordat we gaan beginnen, kom je nou uit de buurt van Eindhoven en wil je een keer komen springen in Bounce Valley Eindhoven? Kom dan gezellig langs, er staat een linkje in de beschrijving waar je tickets kan vinden. Of meer informatie als je het nodig hebt. Klik linkje in de beschrijving als je gezellig langs wil komen. Ben je er klaar voor? In 3, 2, 1, go! Aan de kant. Die telt. Oké. Okay. 1, 2. Ja, lekker. Oh, fuck! Nog een keer. 3 gehad. Hans, dat is geen salto. 4 gehad. Nu de laatste nog. 5 gehad. En go! Het ging op zich best goed. Je viel 2 keer. Die eerste, hebben we een beetje met spek en bonen. Het is dat de marijn is, dat ze zeg maar, wat minder capabel is dan de gemiddelde man dat we meetellen. Maar normaal, als wij het hadden gedaan samen, dan had je niet, hadden dat ze niet gedaan. Zit je te roddelen? Nee hoor. Hier, wil jij timen voor mij? Boas, ben je ready? Ja. 3, 2, 15. Oh ja, Boas. 2, 1, go. Frontflip. Kijk uit. Sideflip. Oh, hier ligt de camera. Kijk uit. Kork. Dit voel. Berani. Stop. Oké. Okay. 25.01. En dit was jouw tijd. Oh. Oeh. Maar ik denk als ik het nog een keer ga doen, dat ik dan wel win. Ja, maar ik denk dat het helemaal niet zo werkt. Dus ik heb gewonnen. Wie was ook weer beter? Wie was Smeet ook weer? Laat maar weten in de comments. Eigenlijk is Boas helemaal niet leuk. Helemaal niet gewoon zelfs. We moeten het er nog heel even over hebben. Ja. Special voor jouw abonnees. En als je dat niet bent, schaam je. Schaam je. Als je nu abonneert, komt Marijn je een kusje brengen. Waar is mijn telefoon? Schatje, maar jij bent toch al geabonneerd? Nou, waar is het kusje dan? Ja. Oké, okay, let's go. We gaan dit nog 1 keer doen. Je praat eroverheen. Pijnlijk momentje. Oké, okay, ja? Ja. 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18. Oké, 3, 2, 1, go! Pas op! Oh, oh. Ja, dat was... Oh! Ja, 2, 3, 4. Wat moet ik
Dit was jouw oude tijd? Ja. Dit was mijn tijd? Ja. En dit is jouw tijd? Woo! Gedeelde eerste plek dan. Mag je dan ook nog een keer? Nee. Ja, dat dacht ik al. Nee. Laat jullie maar weten in de comments wie er heeft gewonnen. Ik vind dat ik beter ben. Ik vind dat ik beter ben. Nee hoor, jouw zelf is wel super mooi. Ik gun het jou ook wel. Elke keer weer. Wow. Gaat die? Ja! Oh, dat zag er echt verkeerd uit, of niet? Dat ik nu ook weer niemand aanrijden, want een of andere randebiel met een flits in mijn ogen terwijl ik in probeer te voegen. Ik ben gewoon assistent hier. Oh, ik dacht dat het Timo was, sorry. Nee. Oh, nee, dan is het... Nou, Timo, jij bent stagiair vandaag. Ja, dat klopt. Want Timo had mijn adres in de video gestopt van gisteren. Oepsie. Je kan hem terug gaan zoeken, maar hij staat er niet meer in. Dus jammer voor je. Maar, wij zijn onderweg naar huis. We gaan even zo lekker thuis koken. Of tenminste, ik moet koken, want die keer had gisteren gekookt. Dus dan moet ik vandaag koken. En ik ga lekker op wraps maken. Trouwens, jij mee, maar we eten geen vlees, hè? Dat weet je. Nee, ik ken jullie langer dan vandaag. Echt? Ja, echt. Ken jij mij gisteren ook al? Nou, gisteren niet, geloof ik. Ken die maar daarvoor wel en gisteren niet meer. Dat is heel gek. Nee, maar eergisteren wel. Ik snap het niet meer. Wij gaan lekker naar huis. Doei. Ja, tot morgen. Tot morgen! Timo, waar is mijn afscheidskusje? Je afscheidskusje? Ja, gast. Wat de hel? Ja, is dit bluff? Ik doe een kusje geven. Nou, ja, wel goede chemie tussen jullie in ieder geval. Wat? Goede chemie tussen jullie. Ja, maar de camera staat aan, dus. Ga jij maar lekker plassen. Ik was vergeten dat ik met Timo naar de wc. Ik ga ook plassen. Later. Zie je morgen. Doei. Zie je morgen. Doei. Morgen gaan we nog een date voor je fixen met een chickie die je leuk vindt, ja? Ja, morgen nog een... Morgen komt Lies. Ja, we doen de volgende keer update. Patty Bart, verras me. Surprise me. Oké, Lies dan. Oké. Doei. Zou je nou denken dat het echt heel goed ging tussen hem en... Marijn. Oh, zielig. Nou, oh, dat is niet allemaal nep. Maar Marijntje, ja. Heel veel eerlijk, wat vond je nou van Timo? Oh, ik vond het een hele lieve gast. Wil je met en hem leuke... daten? Nou, ik hoef niet te daten, maar ik... Wil je een keer met hem op date? Nou, dat hoeft nou ook weer niet. ik val niet op een Timo. Maar ik vind Timo wel een hele leuke jongen. Hij is veel te verkaasd voor jou, hè? Ja, ik hou wel van wat exotischer. Exotischer? Ik vind het ook leuk hoe lief je dat zegt. Goed, wij gaan in ieder geval even naar de winkel, want wij moeten nog eten halen. We hebben een zwangere vrouw mee. Die koopt een pot augurken. Oh, dit is zo lekker. Het ruikt hier ook helemaal naar augurk. Ja, ik heb al dat sap eruit gegooid, want ik ken mezelf een beetje. En dan zit jouw hele auto. Maar jij vreet gewoon dus... Ik vreet niet, Boas. Ik eet... Oké, ik wil het nu ook wel proberen. Het is zo lekker. Elke dag eten we dit. Gewoon lekker. Ja. Wij hebben echt gewoon, wij moeten wekelijks gewoon bijna 20 potten naar de glasbak brengen. Ja. Ja. Maar iedereen in ons huis eet echt augurken voor het leven. Wat de fuck? Nee. Heb jij ooit uit jezelf augurken gekocht? Nee. Maar nee. Oh, ik wil een augurk. Vind je dat wel lekker? Dank je. Ja, ik had het thuis met mijn ouders wel af en toe. Bij de nasi of zo doen ze dat. Ja, ik dacht altijd dat augurken een beetje zoiets was wat iedereen had van oké, ik eet het wel, maar ik vind het niet erg lekker. Hey, ja, mevrouw. Ja. Het slaat echt oprecht nergens op. Dit is 360 lekker. Gram aan augurk. Wat jij hebt er 300 van gegeten. Ja. Binnen 5 minuten in de auto. Oh my god, dit was zo lekker. Wat wil jij nou aan het pakken? Zo, maar dat wil ik ook. Dat is wel lekker, ik ben echt zwanger. Chocola en augurk, dit gaat niet de goede kant op. Ja, nou ja, je kan het niet proberen, want dan geur ik eens op. Dus jullie willen het ook wel. Nee. Eerst zingen alsjeblieft. Sint Maarten, Sint Maarten. De koeien hebben staarten, de meisjes hebben rokjes aan. Daar komt Sint Maarten aan. Ja. Proost. Nou, eet smakelijk. Proost, hè. Zo, we hebben het eten al weer op. Ik was even vergeten te filmen, maar ik moet mijn... Oh, jij gooide een druif. Holy fuck, ik dacht dat het plafond ontplofte. Wow, yo. Hier drijf je. Maar met Lellekert moet hij een beauty shot hebben, want anders dan ziet ze niet uit. Nou, wil je een beauty shot? Ja, het heet een beauty shot. Alleen is een beetje een... Oh, zo, het is goed voor je huid, je nagels en je... Fatima, heb je het koud? Fatima heeft het koud, al van de hele tijd. Het is hier, hoe warm is het hier? Het is hier gewoon 18,5 graden. Ja, dat is best wel koud. Ja. Nee, maar ik heb al de hele dag koude voeten en handen. Weet je hoe dat komt? Als je zwanger bent, gaat heel veel de kracht naar je baby, waardoor je het minder warm hebt. Ga je augurken en chocola eten. Ik heb oprecht een food baby nu. Je hebt wel lekker gekookt. Dank je wel. Thank you for that. Voor medium. Ik heb echt lekker gegeten. Mooi. Ah! Oh.
Fuck me, echt, jezus. Ik ook deze. Jij hebt mij zo hard ook laten schrikken toen ik mijn vlogcamera vast had. Ja, jouw vlog heb ik echt denk ik 4 keer fucker echt laten schrikken. Echt tering hard, ook gewoon op de grond gevallen. Maar jij schrikt ook echt, zeg maar, heftig. Vanuit nu. Dat is. Nog wel 5 minuten, dus we moeten wel een beetje opschrikken. Oh. Doei. Bye. Doei. Schatjes, stop! Ik wou net emotioneel vertellen dat ik zo blij was om jullie te zien. What the fuck is this? Ik ook. Wat is this? Wat heb jij? Oh, die is voor jou nu. Oh, dat is mijn kokring. Oh, oké. Okay. Klein. Small one. Okay. Small one. Okay. Small one. People are very like it to see you again. See you. En ik hou van jullie. I see you in a couple days, hè? Ja, yeah, in a couple days you can sleep with me. Bij mij. Doei, schatje. Doei. Hoe voorzichtig. Kom veilig thuis. Wat zitten we ook dom te lullen. Je moet je trein halen. Jij moet veilig thuis komen. Dikke kut. Kus. Dikke kut. Doei. En de groetjes aan Timo. Ja, dat doen wij. Doei. Zo, auto aan de lader. Kom, we gaan hand in hand naar huis. Jij doet het alleen om mij belachelijk te maken. Ja, maar jij die huppelt lijkt gewoon net geboren Bambi. Ik heb ook slippers aan, daardoor komt Doe eens even een huppeltje. Nee, ga me niet zo verschutsen. Eén huppeltje, doe het even voor mij. Als iemand die er kijkt een huppelcursus geeft, nou, laat het ons weten. Ik heb slippers aan, daardoor komt het. Nou, ik heb wel wat shots van jou dat jij huppelt met schoenen aan. Ik doe echt mijn best. Het komt echt puur uit mijn hart, hoor. Ja, nee, dat weet ik. Je bent heel lief. Maar huppelen is zeg maar zo, dat je dit hoort, zo. Ik weet niet, ik vind je altijd heel schattig als je dit doet. Wat? Boksen. Ik schrok echt. Morgen gaan wij samen iets doen. Wat? Wij gaan namelijk samen de slaapkamer mooier maken. Ja. Want ik ga jullie nu heel snel de slaapkamer zoals het nu is laten. Ik heb hier ineens een lichtknopje op zitten. Dit ben ik, hallo. En dit is onze slaapkamer. En onze slaapkamer is nu echt het doodste deel van de kamer. Van de kamer van het huis. Het is een bed, een kleed, een rek en een open kledingkast hier. En deze kamer willen wij heel erg mooi gaan maken. En dat gaan wij morgen doen. Dus, dat gaan we eigenlijk de aankomende dagen doen. Dus heb je er nog een idee wat we aan deze slaapkamer moeten doen? We willen sowieso daar van die latjes, zeg maar, net zoals dat we in het kantoor hebben. We willen van die latjes doen. We willen hier iets tegen deze muur doen. We willen nog leuke nachtkastjes, een leuke lamp. Eventueel gordijntjes. Weet ik veel, we willen van alles en nog wat eraan doen. Dus heb je nog iets waarvan je zit van, Boas, dit moet jij in je slaapkamer hebben? Stuur mij op Instagram. Dit is mijn Instagram. Als je me nog niet volgt, mag je me ook gelijk even gaan volgen. Ik plaats er wat meer behind the scenes, stoms in de stories. Niet zo heel veel. Dus volg kan geen kwaad, want ik spam je toch niet vol. Goed, in ieder geval, dus laat me weten op Instagram. Voor deze video leuk, doe een duimpje omhoog, subscribe. Nee, dan zie ik je morgen om 4:45 bij een nieuwe video. Hou je dus niet zo.